Er bestaan in ons land nogal wat regels die ervoor zorgen dat we op een veilige en milieubewuste manier gebruik kunnen maken van technologie. Die strenge wetgeving maakt onze producten wat duurder. Dat is oké. Noem het maar de prijs die we betalen voor onze veiligheid en het beschermen van het milieu. We moeten er wel op toezien dat producten die niet aan onze regels voldoen, ook niet aangeboden worden in ons land. Er is dus een degelijk markttoezicht nodig om zowel de veiligheid van de burgers als de eerlijke concurrentie tussen bedrijven te verzekeren. Dat markttoezicht is momenteel op Europees niveau onvoldoende uitgebouwd. En dus moeten wij dat op Belgisch niveau mee opvangen. En daar ligt een taak voor onze overheid. Zelf kunnen we ook helpen om technologie veilig te houden. Denk maar aan je elektrische installatie thuis die elke 25 jaar gecontroleerd moet worden. Daar zijn wel regels voor, maar we hebben geen centrale lijst waarop genoteerd wordt welke installatie opnieuw gecontroleerd moet worden. Wij vragen dat een centrale databank opgezet wordt, zodat eigenaars geïnformeerd worden over hun verplichtingen en elektrische installaties veilig blijven voor ons allemaal. Want laten we maar eerlijk zijn. Weet jij wanneer uw elektrische installatie opnieuw gecontroleerd moet worden? Net als ik stap je ongetwijfeld geregeld in een lift en we gaan er dan vanuit dat die lift veilig is. Ook hier ontbreekt een centrale lijst van de uitgevoerde controles en moderniseringen. Digitalisering kan hier voor meer veiligheid zorgen. Door alle informatie en attesten over liften online te plaatsen, kunnen zowel het onderhoud als de controle erop veel efficiënter verlopen in het belang van ons allemaal. Kortom, we vragen dat een efficiënt markttoezicht uitgebouwd wordt, zodat ieder van ons met het volste vertrouwen op een veilige en milieubewuste manier gebruik kan maken van technologie. Wil je meer weten? Lees dan alles over de werking van de interne markt op deze website.